Hey, hallo allemaal, ik ben Rebecca en welkom op mijn kanaal. En we gaan vandaag een hele leuke DIY maken. We gaan namelijk onze eigen gezichtscreme maken. En ik heb er ontzettend veel zin. En deze gezichtscreme ga ik maken met behulp van de etherische olie van Young Living. Nou, dat is mijn favoriete olie die ik altijd gebruik. Mocht je nou geen olie hebben van Young Living, wees dan niet getreurd. Kijk dan gewoon bij een gezondheidswinkel naar een lekker geurtje waar jij blij van wordt. En ik zal zeggen, ik ga de spullen pakken en dan gaan we gewoon heerlijk aan de slag. Want dit is echt een super makkelijk recept en iedereen kan het maken. En wat voor ingrediënten heb je dan nodig voor deze lekkere gezichtscreme? De eerste ingrediënt is gewoon kokosolie. Dit is pure kokosolie en is verkrijgbaar bij de tuin of de gezondheidswinkel. Kijk altijd wel even op het etiket dat het echt pure kokosolie is zonder extra toe- of bijvoegingen. En het tweede is natuurlijk etherische olie. Ik heb die van Young Living. Ik heb lavendel, want daar krijg je lekkere zachte huid van. De frankincense is voor tegen ouderdom. En de purification heb ik en die is voor acne. Mocht je nou geen Young Living olie hebben, dan kun je ook gewoon gebruik maken van de olie die verkrijgbaar zijn bij de gezondheidswinkel. En dat kan bijvoorbeeld ook yin yang zijn. Dat is een hele verzorgende olie. Of amandel is heel lekker. Lemon is heel lekker, maar niet in de zomer. Want als je lemonolie gebruikt in de zomer, kun je vlekken krijgen in de huid. Dus lemon niet in de zomer gebruiken om vlekken te voorkomen. De huid krijgt dan bruine vlekken en dat staat niet mooi. Wat heb je nog meer nodig? Ik ga het er even bij pakken. Natuurlijk een bakje, een lepel en een keukenweegschaal om even de kokosolie af te wegen. En een waterkoker om even de olie een klein beetje te smelten. En natuurlijk, ik draai me weer even op een potje. Deze komt bij de Action weg. Ze zijn verkrijgbaar in per 5 kun je ze halen. En stickers, labelstickers, ook die zijn verkrijgbaar gewoon bij de Action. En dan zal ik zeggen, ik ga mijn waterkoker even aanzetten. En dan gaan we de kokosolie afwegen. Ik ben zo bij jullie terug. Ik doe het even zo. Ik heb mijn waterkoker heb ik inmiddels aangezet. Ik heb hier mijn keukenweegschaal en ik heb hier een steelpannetje klaargezet. Dat zal meteen dit bakje met de kokosolie erin komen, door de kokosolie makkelijk smelt en we ook heel makkelijk de etherische olie erbij kunnen doen. We gaan beginnen met het afwegen van de kokosolie. Je hebt 209 gram nodig. Dus dat ga ik even doen. Ik ga mijn bakje erop zetten. Ik ga hem aandoen. Ik pak mijn lepel en ik ga mijn olie afwegen. Oké, ik heb hier de kokosolie in zitten. Die ga ik zo meteen laten smelten en dan hoop ik dat het in dit potje past. Je kunt het ook verdelen over twee potjes. Deze crème kun je gebruiken voor je gezicht, voor je hals, schouders. Je kunt het ook gebruiken voor je voeten bijvoorbeeld. De waterkoker is klaar. Ik ga even het water erin doen. Een klein beetje. Dat zet ik. Ik doe mijn bakje erin. Dan gaat de olie een klein beetje smelten. We roeren hem even. Nou. Ik zal even, dat zien jullie denk ik niet, maar de olie begint al een beetje te smelten. Ik zal mijn statief even een beetje zo doen. Kijk, hier zit mijn olie in en gaan we even uitpakken. Kijk, je ziet al dat hij begint te smelten. Hij heeft niet helemaal te smelten, want door de hitte blijft hij wel doorsmelten. En dit is eigenlijk voldoende. Je ziet dat de olie al smelt. Dus ik ga hem even terugzetten. Dan ga ik mijn olie pakken en mijn olie ga ik erbij doen. Ik heb mijn bakje uit het pannetje gehaald. De olie begint al heerlijk te smelten. Dus het is tijd om onze olie erbij te doen. En dan doen we van elke olie 10 druppeltjes.
En deze gezichtscreme is natuurlijk ook gewoon heel leuk om cadeau te doen aan iemand. Ik zet de pan even hier neer, zodat ik het potje erboven kan houden. En dan kan ik dit er, ons mengsel er langzaam ingieten. Dan laat ik de olie hier staan. Die laat ik rusten, zodat die kan stollen. Als die helemaal gestold is, dan ga ik er een etiketje op plakken. En dan heb ik labels erop geplakt. En zoals jullie kunnen zien heb ik een klein potje en een grote pot gemaakt. Nou, de grote pot is mooi voor thuis. En het kleine potje kan altijd mee op vakantie. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze video. Het was dit keer een andere soort video. Maar ik vond het ook leuk om even dit even te laten zien. En jullie om ook even wat nieuws te proberen. En we zien elkaar weer heel snel bij een nieuwe creatieve video.